Doenja Swinkel speelt van Oranje Rood. We staan hier naar de sensationele zege op Den Bosch. Ja, wat gebeurde er vandaag? We hebben denk ik heel goed gespeeld met z'n allen. En we hebben echt heel hard gevochten. We zijn fit, we hebben heel hard gewerkt met z'n allen. Soms een beetje geluk gehad. Misschien andere wedstrijden hadden we wat geluk tegen ons. En nu hadden we, we hadden toch wel het geluk, denk ik. Wat was het geluk dan van Oranje Rood vandaag? Nou, we hebben het geluk dat ze spelen de corner terug op de aangeef. En die gaat dan net hoog de goal in en dat mag niet. En dan heb je wel wat dat betreft geluk, want anders staat het gewoon 1-1. Ook eentje volgens mij kopte ze binnen. Wel stoer dat je dat doet, maar ja, dat mag natuurlijk niet tellen. En gelukkig telde die ook niet. En aan het eind, dachten jullie nou dat jullie meteen wel gewonnen hadden? Of van toen leek het net of Frederike Matla de 1-1 scoorde, maar toen was er net afgefloot. Volgens mij hadden ze al eerder kunnen afsluiten. Maar inderdaad, ze floten af en toen rolde die bal binnen. Dus ja, afgefloten is afgefloten. Dus wij wisten dat we hadden gewonnen op dat moment. Gingen ze ook niet meer terugdraaien, denk ik. Nee, en wat deden jullie nou zo goed vandaag? Ik denk dat we echt een team waren. De verdediging stond echt, ik zei ook net tegen ons team defense, echt geweldig gespeeld. We hebben best wel, Den Bosch heeft echt wel wat kansen gehad. Maar ja, ze gingen er niet in. En hoe langer je de nul houdt, hoe beter het is. En ook als je dan een goal voor hebt, is het natuurlijk, heb je een goede uitgangspositie. Ja, jullie hebben een nieuwe coach, Tina Bachman. Die is heel druk langs de lijn, heel fanatiek. Ja. Hoe is dat als speelster? Fijn. We willen met veel meer druk spelen. Dat hebben we vandaag ook echt gedaan. Dus we hebben geprobeerd om Den Bosch ook een beetje onder druk te zetten. Ik denk dat soms ook wel gelukt is. En dan helpt het wel als je coach aan de kant je een beetje aanjaagt. En dat doet ze goed.